Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, zondag 20 juni. Van deze plaats uit wil ik alsnog alle vaders een fijne vaderdag toewensen namens de minister van Volksgezondheid, maar ook namens directie, personeel en staf van het ministerie. COVID is geen grap. Het is niet te onderschatten. Dat zegt de 72-jarige oma Margo Vismalen-Lieveld toen wij bij haar zaten op het achtererf en zij haar verhaal deed. Deze senioren burger is ondanks dat zij 2 maal gevaccineerd is, toch besmet geraakt met het coronavirus. Ook haar dochter Jane Vismalen is besmet geraakt. We luisteren naar het verhaal van moeder en dochter Vismalen. Ik werkte bij mijn neef en ik kwam dan een middag thuis en ik voelde me, laat me eerst beginnen over het vaccin. Dat moet ik eerst vertellen. Mijn moeder kreeg gewoon een ingeving, want iedereen vraagt je en belt je, zegt, ben je gevaccineerd? De mensen die eigenlijk gevaccineerd zijn. En elke keer zei een oud docent van me, belde me en ze vroeg me, Jean, ben je gevaccineerd? Wanneer ga je vaccineren? Jij en ik zijn een risicofactor. We hebben overgewicht en je hebt bloeddruk. Ik zei elke keer, ja juf, ik ga me laten vaccineren. Zondagmorgen heeft Bakker een programma. En we hebben toen naar dat programma geluisterd. En toen het was afgelopen, heeft mijn moeder gelijk de telefoon gepakt. Ze heeft gezegd, Jane, Johan, mijn vader, we gaan bellen en we gaan ons laten vaccineren. Ik heb gewoon een ingeving gehad, we gaan ons laten vaccineren. En dat is gebeurd. Ze heeft dus 178 gebeld. Ze hebben gezegd, we moeten online registreren. Ik heb gelijk online geregistreerd. En we mochten dan gelijk, zondag was het, we mochten gelijk de woensdag gaan om te vaccineren. Om niet aan te denken dat ik 2 weken daarna dat we besmet zouden raken. Ik ben besmet geraakt en ik ben dan ziek geworden. Ik kwam gewoon 's middags thuis van het werk en ik zei tegen mijn moeder, ik voel me niet lekker. Oké, maar ik kreeg toen koorts en toen had ik direct het idee, enige, je denkt direct aan COVID. Dus ik ben niet direct een swabtest gaan doen, omdat ik al het gevoel had van het is COVID. Er was geen, toen ik heb getest en toen ik hoorde dat het was, geen moment had ik een vrees. Geen moment. Omdat ik gevaccineerd was. En ik werd ziek. Ik kreeg die vervelende, die lastige hoest, waarbij je eigenlijk kort ademig kan worden. Mijn moeder heeft toen echt heel goed voor me gezorgd. Zij deed alles voor me en dan moet je nog bezig zijn met mijn vader om hem op afstand te houden, want hij is 83. Dus de energie die ze eigenlijk moest besparen om wanneer zij ziek zou worden, toch, dat ze het aan zou kunnen, was daar helemaal op. Je lichaam is op. Wat is morgens opstaan? Openmaken. Jane, kom stomen. Je moet eten. Kom op. Kom, je moet eten. Zo motiveerde ze je, want je bent slapjes. Eigenlijk het haalt alle energie uit je lichaam, COVID. Ik heb het doorstaan. Toen ik opkwam, werd zij ziek. En mijn moeder heeft in principe alleen maar die koorts ernstig gehad. Die koorts. Ze heeft geen hoest gehad, die koorts. En omdat ze zo op was van alles, de energie dat ze heeft gestopt in mij, is ze toen, ging die koorts niet terug. En omdat die koorts niet terug ging, de saturatie daalde en we zaten arts die er monitorde. Als ik het goed heb, Ramjilal. Hopelijk zeg ik het goed. En petje af voor hem. Echt wel. Hij heeft mijn moeder heel goed gemonitord. Hij was constant in contact met ons. En ik mocht constant met hem in contact zijn. Mijn moeder zit in verschillende SOAS-groepen. En die hebben toen ook, toen het erg werd met haar, hebben we gebeld naar de groepen, appjes gestuurd om te zeggen van bidden jullie voor mijn moeder, bidden jullie voor haar. Want tuurlijk heb je toch gebed nodig. Ik weet, ik heb het vaccin gehad, maar je hebt toch nog gebed nodig om te kunnen aansterken. En geen moment heb ik eraan gedacht, ik ga geen moeder meer hebben. Geen moment dacht ik eraan. Ik ben gevaccineerd. Ik zeg, ik promoot niet omdat ik het uit mezelf kom, dat ik de stap heb gedaan. Er is heel wat negativiteit over vaccineren, maar wat vaccineren van mijn moeder en ik heeft gedaan, dat zeg ik, ik wil nu al mijn tweede spuit. Ik wil het nu al hebben. Dochter Jane Vismalen is gespaard gebleven van de ernstige gevolgen van het COVID-virus
en zegt zelf dat het vaccin haar daartoe geholpen heeft. Ik wil nu al mijn tweede spuit, zegt ze heel dankbaar aan het COVID-journaal. Maar voor moeder Vismalen was het een andere koek. Zij werd ziek en moest worden opgenomen in het ziekenhuis, omdat zij ook te kampen heeft met onderliggende klachten zoals suiker, hoge bloeddruk en overgewicht. Hoe is zij ervan afgekomen? We luisteren naar het verhaal van oma Margo. Ik heb, nadat ik dus besmet geraakt ben, met mijn dochter bezig geweest, omdat bij haar de symptomen eerder naar boven zijn gekomen, ze hoestte. Maar bij mij was het nog niet zo. Ik hoestte, ik heb helemaal niet gehoest. Vanaf het begin tot nog toe heb ik echt niet gehoest. En doordat ik met haar bezig was, net wat ze zei, heb ik de energie die ik eigenlijk nodig had om die ziekte te fighten, heb ik verspeeld in het met haar bezig zijn. Onbewust, want als je het wist, dan had je het niet gedaan. Dus toen ik verzwakte en de dokter die me monitorde, zag dat het niet goed ging, zei van, ik kan haar niet thuis houden, ik moet een plek voor haar zoeken. Het was op zaterdag 29 mei. En mijn dochter zei toen tegen me van, de dokter laat je halen met de ambulance, want het gaat niet goed met je. Ik zeg oké. De ambulance komt en natuurlijk alle buren schrikken even als je de ambulance ziet komen. En ik probeerde te lopen zoals de ambulancechauffeur me zei, maar plotseling leek het alsof de knieën knikten en niet verder wilden. Hij heeft me opgenomen. Heel vriendelijk en hij zegt tegen mijn oma, het komt goed. En wanneer het goed gekomen is, dan gaan we een soppie drinken erop. Ja, en ik glimlachte erom. Hij zegt, oma, u hoeft niet bang te zijn. Alles komt goed. Ik zeg, oké, als u het zegt, dan komt het goed. Ik moet zeggen dat ik nooit, dus van alles wat je hoort, COVID-patiënten, ze belanden in IC, ze gaan dood. Ik heb dus nooit het gevoel gehad van dat ik het niet zou halen. Ik ben in het ziekenhuis gekomen. Vanaf daar kan ik u nu vertellen. Wat zij zegt, dat ik naar één etage ben gegaan en daarna naar de volgende etage ben gegaan. Wat ik wel weet, is dat de verpleegkundigen en de artsen de hele dag rennen. En de hele dag bezig zijn met jou als patiënt. Je hoort de dingen, maar je kent de betekenissen niet ervan. Want op een gegeven moment had ik, ik weet niet of het 15 milligram zuurstof of wat het is, ik weet niet in wat het was, want je kent de termen in feite niet en je weet niet. Maar feit is, je ziet die fles wel gaan. En je hebt een masker op, dat moet je, het moet blijven. Dan door het wiemelen valt het van je hoofd weg. De zuster komt en zegt tegen mevrouw Lieveld, het moet op je mond blijven. Nou, je zet het weer en dan lig je. Je ligt daar en je weet niets van die buitenwereld. Het is liggen. De zuster komt naar je toe. Mevrouw Lieveld, we gaan u een prikje geven hoor. Prik je bovenarm,
linkerarm, prikje, rechterarm, linkerdij, rechterdij, beide navel. Zo krijg je ze. Je krijgt een kannetje met tabletten. Het is innemen. Ja, je doet dat alles met de hoop van dat je zal genezen. Ik zit in verschillende clubjes en mijn mensen die hebben heel veel voor me gebeden. En ik moet u zeggen, als christen-katholiek weet ik dat gebed heel veel doet, dat het wonderen doet. Maar wat ik heb gevoeld in de dagen dat ik daar in het ziekenhuis heb gelegen, van hoe gebed inwerkt. Er was een broeder die bij me kwam staan en die zei tegen me, mevrouw Liefeld, men is met u bezig in gebed. Ik kan het voelen. En weet u dat het gebed dat naar u toe gestuurd wordt, uw hele kamer hier raakt? Hij zegt, ik voel het gewoon. Ik zeg, oh? Ik zeg, ja, ik zit in verschillende groepen en ik weet dat ze voor me bidden, dat ik eruit kom. En hij zegt, en u gaat eruit komen. Mijn zuurstof werd toen, de dokter kwam die morgen en ze zegt, we gaan het uitproberen. We gaan het van 5 naar 2 brengen. En dan gaan we kijken hoe dat werkt. Ze zegt tegen me, probeer die op je buik te liggen, zodat die longen open kunnen zijn. Dus dat heb ik dan ook. De adviezen volgde ik. Heel trouw op, dus ik ben ook op mijn buik gaan liggen. En je merkte ook dat het beter ging wanneer je op je buik lag. Ik lag daar en ik bad. Had geen stem, mijn stem was echt weg. En ik stuur dus een spraakgebrek, een spraak-appje naar die kinderen van... Morgen kom ik misschien naar huis. En u gelooft het niet. Mijn hele kamer is samen met mij eruit gegaan. De mensen die gebleven zijn, zijn 2 mensen die later in onze kamer gekomen zijn. Maar de mensen met wie ik vanaf het begin lag in die kamer, we mochten allemaal dezelfde dag naar huis. En dat vond ik zo wonderbaarlijk. En dan denk je even terug aan wat die broeder zei van mevrouw Vismalen. Het gebed dat hier naartoe gestuurd wordt, is zo sterk dat ik het aanvoel. En de medepatiënten van u ook ervan profiteren. En ik ben nu thuis, weer bij de familie. Mijn dochter en mijn zoon, mijn jongste zoon, die zijn elke dag bij haar ben ik in huis. Mijn jongste zoon die is elke dag hier om te kijken van hoe het gaat. En ik moet je ook nog een anekdote vertellen. Ik heb een kleindochter. Ze is 5. Ze gaat 6 worden. En ze moest de boodschappen halen. 1 dag voor lockdown. En zij is toen met me komen blijven. En op een gegeven moment moet ik in slaap zijn gevallen. En ze heeft toen de thermometer gepakt. Ze heeft me... temperatuur gemeten. En als ik wakker ben, zegt ze tegen me, oma, u hebt geen koorts meer, maar uw ademhaling
ding is nog niet helemaal goed. Ik zeg, hoe bedoel je? Mijn ademhaling? Nee, ik heb het geteld. Want ze was erbij wanneer de vader het telde. Dus zij, voor zichzelf, is ze ook geteld op haar manier. En ze heeft me het resultaat gegeven van, het is nog niet wat het wezen moet. Maar ik moet niet jokken. Het gaat. Mijn stem is veranderd. Mijn collega's van die verschillende groepen waarin ik ben, heb ik 3 dagen of 4 dagen geleden, heb ik ze een appje gestuurd om ze te bedanken voor dat gebed dat ze al die tijd naar me toe gezonden hebben. En ze waren allemaal blij om die verandering in die stem te horen. En ik voel me elke dag een beetje sterker worden. En daardoor merk ik hoeveel COVID in je lichaam kan doen. Ik was gewend elke dag te lopen en ik liep van mijn huis tot over de brug, tot die Shell en terug naar huis. Voor mijn gezondheid. Ik heb suiker en je moet bewegen. En dan merk je nu, ik loop van de buren naar de volgende straat en dan terug. En dan merk ik van, het is genoeg. Gelukkig ken ik mijn niveau, tot waar ik was en wat ik kon. Dus dat zal mijn leidraad zijn om te zien van, ja, je bent nu echt wel weer de oude. En dat vertrouwen, dat heb ik. COVID is geen grap. De mensen die denken dat COVID een grap is, het is geen grap. En ik geloof er ook in. Het is een besluit. Ik was ook een tegenstander. Totdat dokter Bakker mij in zijn programma heeft kunnen overtuigen dat het het beste is om het spuitje wel te nemen. Ik heb toen, ik ben iemand van, als ik iets hier krijg, moet ik het uitvoeren. Ik weet dat mijn eerste gedachtegang altijd de juiste is. En toen ik het kreeg van, ga, heb ik het gelijk gedaan. En we zijn met z'n drieën gegaan. En we hebben als 2 COVID-patiënten in het huis kunnen blijven met mijn man van 83 jaar. Die het niet heeft gehad. Het was zwaar voor hem. Soms werd hij heel boos op ons. Als we zeiden. Want je hebt mensen in huis. En in feite kun je niet echt communiceren met de persoon. Maar hij is beschermd geworden. En hij is ook een heel gelovig mens. Hij is beschermd geworden. En hij heeft het niet gehad. Je iets te maken moet hebben met je geloof. Het moet te maken hebben met je gezondheid. Je moet erin geloven. Je moet alle informatie tot je nemen. En voor jezelf tot het besluit komen van nee. Ik denk toch wel dat dat prikje mij kan beschermen. En ik denk ook dat hij mij beschermd heeft. Ik ga ervan uit gewoon. Het heeft me beschermd in deze situatie. Mogelijk als ik het niet had genomen, dat ik op de IC beland was. Misschien uit de IC gekomen is, want als het nog niet je tijd is, ga je niet. Maar dan had je veel meer meegemaakt dan dit wat je tot nog toe hebt meegemaakt. Dus mensen, ik wil bewust u niet oproepen
om te gaan vaccineren. Ik wil wel dat u goed luistert naar het verhaal dat we verteld hebben. En dat u uit het verhaal dat we verteld hebben, mogelijkerwijs de juiste beslissing kunt nemen. Want het is een keuze van jezelf. En ik denk dat we als mens moeten kiezen voor een goede gezondheid. En als we door dit vaccin te nemen ons in goede gezondheid kunnen houden, dan moeten we dat doen. Als mens moeten wij gaan kiezen voor een goede gezondheid. Laat je niet misleiden door nep en fake berichten over het vaccin. Het kon erger aflopen met oma Margo indien ze niet gevaccineerd was. Met haar verhaal wil zij het duidelijk maken dat het vaccin haar leven gered heeft. Waarom nog aarzelen? De keuze maken om het vaccin te nemen heeft te maken met jouw eigen gezondheid en niet met degenen die jij probeert te overhalen het vaccin niet te nemen. Denk Atori. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19 Journaal.